allemaal. Vandaag ga ik jullie een van Starbucks meest populaire drankjes van dit moment laten zien. Ik ga je namelijk laten zien hoe je helemaal zelf thuis de pumpkin spice latte kunt maken. Voor de pumpkin spice latte hebben we pompoenpuree nodig. En aangezien dat hier in Nederland niet kant-en-klaar te krijgen is, maken we het gewoon zelf. Ik heb daarvoor een klein pannetje met water opgezet en daar heb ik de pompoen bij gedaan. Breng ik nu aan de kook en laat ik net zo lang doorkoken totdat de pompoen goed zacht is geworden. En dan maken we daar puree van met behulp van een vork of met een pureestamper. Omdat wij in Nederland ook geen pumpkin spices hebben, die ze in Amerika vrijwel overal verkopen, maken we die ook gewoon zelf. En dat is gelukkig heel erg makkelijk. Je hebt een aantal basisspecerijen nodig die vrijwel iedereen denk ik in huis heeft. We beginnen met de gember. Hier heb je 3/4 theelepel voor nodig. Dan heb je 1/2 theelepel kaneel nodig. Nootmuskaat ook 3/4 theelepel. Dan draai ik hem even iets om. 1 fijn gemalen kruidnagel. Een klein beetje piment, ongeveer 1/8 theelepel. En dan kun je, als je dit lekker vindt, ook nog een heel klein snufje cardamom toevoegen. Mocht je nou al deze specerijen niet in huis hebben, maar wel koek- of speculaaskruiden hebben, gebruik die dan gewoon als alternatief. Dat kan namelijk ook prima. De pompoen is mooi zacht gekookt, dus nu gaan we hem afgieten en dan fijn stampen of fijn prakken met een vork. Net zolang totdat het puree is. Nu is het tijd om de pumpkin spice latte te maken. En daarvoor heb ik 200 ml melk in een pannetje gedaan en die zet ik nu op het vuur. Dit is trouwens genoeg voor 1 grote mok. Aan de melk voeg ik 1 eetlepel van de pompoenpuree toe, die we net hebben gemaakt. En ongeveer 1/2 theelepel van de pumpkin spices. Het is maar net hoe pittig je het wil hebben. Hier gaat vervolgens ook een schepje suiker bij. Ook hier kun je weer mee variëren. Ik gebruik ongeveer 1/2 theelepel, want ik vind het wel lekker als het niet al te zoet is. Wat er ook nog bij gaat is een theelepel vanille-extract. En dit geheel roeren we gewoon even door totdat het goed is verhit. Het ruikt echt heerlijk herfstig. Terwijl dit aan het verwarmen is, zet ik alvast een stevig kopje espresso. De melk en de pompoenpuree zijn goed warm geworden, dus dan schenken we daar een kopje espresso bij. Roeren we dit nog even goed door en dan doen we het in een glas. Maken we de pumpkin spice latte af met een beetje slagroom en extra pompoenkruiden. En klaar is je pumpkin spice.